Yo, kijkers van Online Chips, een hele goede avond. Van hartelijk welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Forza Horizon nummertje 5. We gaan uiteraard verder waar wij afgelopen woensdag of donderdagavond volgens mij. Ik weet het allemaal niet, maar we gaan lekker verder waar we de vorige keer waren gebleven soms. Dan weet ik het even niet meer. Gaan wij gewoon verder. De vorige keer had ik natuurlijk die drie races gedaan. Volgens mij was het zaterdag. Ik ga toch even checken hoor. Nee, waar we donderdagmiddag waren gebleven. En nu is het dus alweer zaterdag om 10 uur. Een latertje, maar dat maakt niet veel uit. We gaan gewoon wat races doen. We gaan hem natuurlijk bijna hebben we volledig uitgespeeld. We moeten nog een paar dingetjes doen, maar dit is... We zitten halverwege. Ja, dit is natuurlijk de derde video voor vandaag. Maar dat gaat helemaal goed komen. Maar ook voor de komende week. We moeten natuurlijk naar die ene filmrace, maar waar de fuck zit die nou? Zit ergens bij een snelweg, dat weet ik wel. Wat op mij. Of was hij hier in de buurt? Dat kan natuurlijk ook. Hier zit hij juist, dat klopt ja. We moeten zoveel kilometer per uur krijgen, 63. Mike's going off the deep end. Something about product placement. Can you drop by? Full of bomb. Easy, Frankie. I'm on my way. Dat was een van mijn doelen. Turn around when it is safe to do so. Maar ik ga heel even de stream stoppen en dan opnieuw aanzetten. Dat het helderig is. In 200 meters, turn right. Goed, een aantal races jongens, dan is deze baan, die moeten we nog, hier of niet kunnen volgen, hè? Volgens mij moeten we er dan nog 4 jaar. Maar dan is het volgens mij één eindrace, en die gaan we uiteraard natuurlijk ook vandaag waarschijnlijk doen. Maar eerst zit hier allemaal, als we dan verder zijn, dan zijn we misschien een half uur te verder. Dus ik heb een super snel auto, voel ik. Kijk, we moeten 10, 11, 12 nog doen. Dus eigenlijk ja, nog 3. Dus we hebben toch veel 3's daarin. 1 met 1 ster, 3. 1 keer 1 ster en 2 keer, 3 keer 2 sterren. Ja, zie je? Hier 3 ster en dit 10. Ja, 386, dat is wel heel veel hoor. 386, dat is wel veel. Ik weet niet of we het gaan redden. There's a new scene. Apparently we need to take advantage of the presence of a major cultural event to root the story in the zeitgeist. Ik hoop dat ik over die snelheid mag rijden. Als dat zo is, dan kun je gewoon planken als malle. Volgens mij mogen ze zelf bepalen waar we naartoe willen rijden. Scene 103. Something at the festival. Rijd de doelsnelheid. Oké, wacht even. Ik ga eens even kijken. Hoe stuurt hij ons? Als hij ons via de... Ah, kijk. Hij stuurt dus ons. Zo, ja, dit kan ook wel een... mooie snelheid zijn. Nee, oké.
Ook de resterende tijd. Ook we hebben op zich genoeg de tijd. Maar het duurt even voordat hij wel op snelheid is. And Scott Tyler's got lines. Kijk, daar rijden we dadelijk. Up through here. Head for the ramp. Cue the drivers. Cue Scott. We have got another vehicle on the track, ladies and gentlemen. Pause. What is going on? I had no idea that was going on. Rijdt nu al 200, hè? We let him write his own lines. Here we go. There's cars coming the other way, so watch it. That was close. What now? This is very improvised. Nog 2 minuten of zo, hè? You're doing good. Now, out the far side. Keep the speed up. Victor wanted Frankie to drive this. Nu gaan we gassen. 380. Even pakken echt dit te pakken er echt wel de moed erbij. En nu gaan we gassen. Nu gaan we gassen. 200. Gaat hij de 300 raten? Hij zit op 300. Wat? There we go. That has to be enough for him, right? Hoofdstuk voltooid. Maar hoeveel? Ik stond iets van 380 of zo. Zoiets ongeveer. Oh! Bereik 380, dat meen je niet. 6 kilometer te langzaam. Het is dus net niet gelukt. Nou oké, we gaan gewoon door. Het is wel jammer. Maar goed. Get here when you can. Ach, dat is wel heel ver, hè? Waar is dat? Zeg maar daar, joh. Jezus. Goed. Another stunt. I'll be right there. Goed, maar we moeten er nog 2 doen. Nog 2. En dan zijn we echt gelukkig. Ik heb afslag gemist. Horizon Arcade will begin shortly. Good luck. In 200 meters, turn right. Turn right. In 200 meters, turn left. Turn left. Opvloed planken. Gewoon helemaal rechtdoor gaan, ja.
Hertz Cooper, wie de fuck is Hertz Cooper? We zijn er al bijna. Kijk, dit was even een leuk stukje, ja. You have arrived at your destination. De ene laatste. Nummertje 11. En dan gaan we 12 doen. We moeten springen. 31 meter, 458 meter of 763 meter. Oké. Okay. Hey there. So, I just got off the phone with the director, and he wants one more stunt. And not just any stunt. He wants me to jump across the bay, being chased by a cargo plane. And there's dialogue all over it, so no driver swapping. I think it's time we fessed up to Victor. Hang on. If we can't swap drivers, why don't we swap cars? With one waiting in the motorway tunnel. Right. I need props and another hero car. Do we even have another hero car? Yes, we do! The one that was too fast for anyone to drive. I'll get it ready over at the bridge. Over the bridge. Scene 117. Right, we're one take. Zone. Action! Over. I'll do the first section. Geen... Ja, ja dan waar moet ik naartoe rijden? Ik moet hier en dan moet ik gaan springen. Oké, maar we moeten net you take over at the tunnel. We can do this, Frankie. Just drive casual. Niks maakt kapot. Now, Frankie, it is time. We must close the loop, combine the dimension and transform this conflict into art. Got a bad feeling about this. See, you are being torn apart from the inside. It's almost as if there is another Alex Cobalt straining, trying to take control. Understand? Fine. Not gonna make it. Don't worry about it. Ik wou terugspoelen, maar uiteindelijk gelukt het niet. Let's reset and go again. Opnieuw beginnen. Want we hebben iets te veel, ja. Als je eenmaal zo... Je hebt het niet gehaald, want kijk eens naar die auto. Ja, die is flink... Flik kapot! Oké, en... Jassen maar. Scene 117. One take! Action! I'll do the first section, and you take over at the tunnel. We can do this, Frankie. Okay. Just... Die tunnel, dat is ja! Now, Frankie, it is time! We must soms zo ontzettend vies zijn, zoals hier, kijk. Je hebt een flink gas gegeven. Rijden we. Nou, oké. Dus het is geen spring. We zijn waar we moeten zijn.
Omdat hij zegt am betekent meter. Denk ik. Maar denk ik, weet je zeker. Want er komt nog iets. Go, go, quick! Kijk, nu komt hij. I can't act and drive at the same time. Nu komt dus die. Get to the airfield! Go, go, go! Naar de airfield, oké. Okay. 5 minuten tijd voor, kijk nu. Oké, en waar is dat? Zelfs op die. Ja, dat is deze plek. Ja, daar ben ik een keer. Daar heb ik je 533 gereden. Dus als we vanaf. We moeten wel vanaf hier zijn, hè? En we hebben. Ja. 5 minuten. Never used, so. Enjoy! Wow! En eerlijk gezegd, deze auto is wat sneller. Dus dat betekent dat ik iets verder kan gaan dan in werkelijkheid. Maar ik ga dus ook een stukje naar achter rijden zo dadelijk. Vaak halen we net de 300 als we nu. Zeg maar doen. Ja, niet dan meer. Zie je, het is toch wel 200 meer, maar aangezien dat je harder kan rijden. We zijn er in ieder geval bijna. Ik ga niet naar rechts, maar ik ga even naar links. Oh, wacht, je moet die vliegtuig. Nee, dat gaat dus niet, oké. Oké, laten we gaan. Ja, we rijden voor halen dan. Bij de 400. We rijden 400! Is het goed? We gaan verder dan normaal. We gaan een stuk verder. 740. Wat mislukt? Doe normaal, man! Hij zegt mislukt. Waarom? Waarom is die mislukt? Hij rijdt ook veel verder dan nu. Oké, nou. Hij zegt steeds mislukt. Hij is naar. We gaan even kijken. Even met opnieuw starten. Ja! Het moet maar, hij zegt mislukt. Moet ik dan die vliegtuig inhalen of zo? Of wat is de bedoeling? Want hij zegt, het is mislukt. Oké. Okay. Laten we nog een keer dan proberen, hè? Hij zegt dat het mislukt is. Want ik vind dat het niet mislukt is. Ik heb gewoon 700 meter afgelegd. Dat gewoon goed was. Maar ik denk dat ik het vliegtuig moet in. Maar die gaat zo in één keer zo snel. Wiedelein hier, ik denk. Frankie. Would you improvise something for me, please? 30 meter, 1 ster. To the future! Si, muy bien. You capture the conflict perfectly. Ja, ik kan jumpen, dat is heel leuk. Ik ga nu volop gas geven. Even move, ja. Even iets terug. Nu rijdt hij. Now, right turn and follow the plane over the jump.
stunt driver learned to talk, Frankie. You're out of a job. Not bad. I mean, I haven't been out. Dat is echt flink. Je moet dat flink aan de dag. Nou, flink. Dit is dus goed. What Frankie said, just hit that jump and not the plane. I love my life. Oh, kijk, nu kan ik inhalen. Dat is het hele idee. Hij gaat weg. Weer mislukt. Ik ga hier erop. Ik kan ook hier komen. Dan moet je achteruit. En dat slikt zacht. Oké. Dat weet je, dat ga ik gewoon nog een keer proberen. En dat slikt. Maar snel dan een vliegtuig daar. Ik weet niet veel, maar dat zullen we nog wel rijden. Dan kan ik er nog vooruit komen, maar ik heb er weer aan. Mislukt. Hij is zelf mislukt. Hier de arm. Ja. Meer naar links en dan rijden we terug. Hier waar we in gaan, dan gaan we nu nog houden. Kijk wat hij lang moet remmen. Nou gaat, we hebben nog 2 minuten, dus op dit moment 2 minuten kunnen we vol gas gaan geven en vol gaan springen naar. We hebben nu al 400. Met 450 rammen we erdoor. Zit hem 814. Nu heeft hij hem gehaald. 814 meter. We actually bleeding, did it? Waarom heeft hij dan eerst mislukt? Both of you. I couldn't tell from watching the feeds. Amazing work. Great driving. And, I mean, reasonable acting too. 1, 2, 3 sterren. Sprong van 814 meter. Dat is bijna 1 kilometer lang springen, hè? Bijna. Goed. Kid, we're back in it. Get here when you can. Another stunt? I'll be right there. At the roundabout. Okay, so I go here, but I think this comes up. And I've got balance. Turn around. It's safe to do so. Wat ik zei, het was wel een hele coole.
We gaan nu de laatste doen. En dan gaan we kijken wat we daarna het beste kunnen gaan doen. Ach, 100 meter. Wauw. Dat is echt ongelooflijk. In 400 meters, turn right. Turn right. De laatste race hiervan is deze volledig voltooid. Laat maar, dan is hij zeker niet beschikbaar. Het is heel vaak. You have arrived at your destination. Zijn. Scanner 10, daar. Ja, oh, ik ben 1 minuut 10 en dan hebben we. Ja, toch wel dit. Goed. Het zou mooi zijn als we de 3 sterren kunnen halen hiermee. We gaan het proberen, we gaan het proberen. We zijn bijna een half uurtje verder, jongens. Tijd gaat echt snel, hè. Is het 10:30? Oh, wauw. Is deze game rond 11 uur voorbij? Mag ja. En vorig jaar ook gedaan om 10 uur, hè. Vroeger deed ik alles in de middag bijna. Toen ik om 1 uur. 3 uur eentje. Right. This is a post-credit scene. And according to the call sheet, Victor wants... Nu is het andersom, hè. Both of you. S'avonds dan smiddags. Both of us? He doesn't know I exist, right? Oké, dit zijn met echt met de... Scene 121A. The two Alexes. Again! Hey, what do you say we make this one real? Het zijn wel allemaal checkpoints, dus je kunt niet zeg maar ja afsnijden. Ah, yes, this is what we ga je toch niet beneden 10 halen, man? Dat is onmogelijk. Je hebt wel echt 200, dus dat is wel goed. Nee, als je daar voor brengt, wil niet kassen. Ja, nee, dan is dat wel... Ja, daar kan ik de bocht, dat is zo'n vuur. Dan niet. Dan moet pas. Dan zou ik toch wel moeten remmen. Ja, ja, dat is goed. Ze zijn bijna stil, man. Ik ga een 10 seconden eruit halen. Ik moet wel even vliegen, gasten. 5 seconden meer. Dit kan halen, dit kunnen we halen, halen. Cut and print. And that, with any luck, is definitely positively a wrap. So, Victor asked me to join his remake of Rendezvous. Net over de 10. Turns out he saw the thing we did in Edinburgh. Milliseconden. It's a huge opportunity. Maar krijgen wij die 3 sterren? Actually, you know, I've got this idea. It's about twins who fight crime. Gaat hij 3 sterren mij geven? I'm in. Tell me more. Hoofdstuk. Hij geeft 2 sterren. 293ste. Oh man. We waren er zo dichtbij. Maar uiteindelijk geen 3 sterren. Goed, dat maakt niet uit. Maar we hebben dit hele stuk volledig voltooid. En dat is mooi. Krijg je een achievement? Nee, blijkbaar niet. Nee, nee, geen achievement om te gaan van voltooid. Kies het volgende avontuur. Ja, maar dat is het niet. Is er nog wel iets nieuw of zo? Wel, een huis voor 5 miljoen. Daar ben ik af voor. Ook een dik huis zijn. Dat is een Del Castillo. Die kunnen we hier voor de grap gaan kopen. Die is gezet, de redding. Die heb ik toch al een keer
gedaan volgens mij. Oh, oké. Okay. Goed, we moeten nu... We hebben nog 4 en we hebben hierna nog 3... dingen. 3 afleveringen als het goed is. Zullen we even heel even mee checken? Was dat goed? Alleen maandag tweede kerstdag zijn we door. Dinsdag is 2. Woensdag niet. Donderdag trouwens ook niet. Vrijdag dan ja. Daarna is het nog 3. Dus we zullen zeggen van die 2. Maar ik weet niet. Ik weet niet of die juist groot is. Dat... Ja, maar oké, okay. Dus ja, die is dan wel zo gedaan. Moet je deze proberen om... Goed. Dan weet ik het niet. Dat kunnen we wel, zeg maar, accepteren. Maar we zijn nu hier. We moeten de Titan moeten doen. Zullen we die doen? Die moeten we sowieso doen. Vandaag nog. En dan kunnen we, zeg maar, de volgende keer hier eentje pakken. En dat is ook een ja, zo gedaan. We moeten daarna even gaan kijken wat we gaan doen. Dit is ook de laatste. De marathon is deze. Maar we gaan nu... Die is voltooid, die is voltooid. Nu moeten we dus de Titan doen. En die ga ik nu doen. De Eredivisie. Dus we gaan niet de Titan doen. En dat is een hele grote. We zijn over 20 minuten mee bezig, denk ik. Oh, dit zal fun. Ik heb erover gedaan. We hebben nog 3 video's moeten we naar even gaan kijken. Ik kan hier en daar nog wat dingetjes zien. Altijd wat dingetjes. Die dingen waar nu op staat, zeg maar. Dat we die, zeg maar, even erbij pakken. Dat we echt alles ook in de mat hebben gedaan, zeg maar. Dat zou even kunnen. Zo. Ondertussen regent het buiten. Timmy, waar moet ik dan naartoe? Oh, hier, oh. Die andere, waar staat die? Die is nu weg. Nee, maar hier en daar, dat zijn allemaal nieuw, weet je, dat... Ja, die moeten we toch maar eens een keertje... gaan doen, zeg maar. Dat zou dan ook wel zijn. Het is wel een flinke, moet ik zeggen. Dat is helemaal niet erg. Dus heb ik de laatste race voor vandaag en dan stoppen we er ook voor vandaag weer mee. We zijn dus 40 in de jaren. We hebben 20 minuten. Het moet er echt berg op hoor, want het gaat wel even duren. Deze auto is vrij vlot, dus ik denk wel dat hij dit kan halen. Dan moet hij deze berg nemen. Ik denk wel dat hij dat gaat halen, maar hij is 97. 100 rijden, ik denk wel dat hij dat...
kan halen, hoor. Kom op, je kunt het. Nee. Er staat een beetje te leren auto. We moeten het niet vanaf flikkeren. We kunnen het weer helemaal onder. Kijk, als het helemaal plat is, dan haalt hij weer. Dan is het geen probleem, weet je wel. Turn around when it is safe to do so. Dan is eerder weer eens geweest. Wat een leuk stuk om te doen. Dat is het. Ik weet wat je nog kan doen. Goed, hij moet proberen eerst te worden. Normaal als niet eerst worden, ja. Kunnen we het helemaal opnieuw doen? Oké. Zijn wij er bovenaan? Goed, de allerlaatste. We gaan eerst even die snuffel krijgen. Oké. De Titan. Solo. 26,7 kilometer is dit. Maar je kunt wel flink gassen, hè? Met onze eigen auto rondgaan of... Gaan we voor die gele. Ik weet niet tot hoe ver ik dit moet doen. Het is ook een hele nieuwe auto waar we nog niet in hebben gezet. We gaan kijken of die echt goed is. Goed. 40 minuutjes bezig ongeveer, heerlijk is dat, hè? Ja.
Ну, это он, надо гейм. The Titan! The Titan! Right, let's get out there and finish this cross-country program with a bang. Oké, okay, gaan jullie even kijken wat de mob is. Hier, zo. Ja, het is niet echt een auto voor dit, hè. Ik heb eerlijk gezegd een verkeerde auto gepakt. Damn! Dat heb ik dus weer. Nee, dit is echt geen goede auto, ik zie het al. Stop evenement, ja, stop dat evenement maar even. Dan gaan we even terug. Pak wel even een andere, want dit is geen fatsoenlijk auto. Dit is geen. Deze auto is daar niet voor bedoeld. Ik moet die andere, die gele auto, die moet ik denk ik hebben. Dat is ook een gele, maar ja. Het is allemaal. Door zandweggetjes. Dat wil ik niet. Nee, dat wil ik niet. Hij is niet zo heel erg groot, dus dat valt wel mee. Waar zit die tijd aan? Die zit hier, de tijd aan. Die moeten we gaan doen. Turn around. When it is safe to do so. Is dat niet goed? Dat zit hier. Het ligt van hier weg. Wat dit is. Dat is. Kijk, gewoon maar. Je rijdt gelijk gewoon hier weg. In 400 meters, turn right. Je glijdt gewoon hier al weg. Je moet daar goede banden voor hebben. Echt zo'n Jeep auto is hiervoor bedoeld. En dat is deze niet. Kijk. Dan ga je gewoon een rondje. Die is auto. Oh. Kijk, ik doe niks aan die. Ja, die auto die doet dat vanzelf. De banden zijn daar niet voor goed, dit is ja. Gewoon een straatrace. Goed, dus we gaan hem opnieuw doen. Alleen in een andere auto. Door tijd aan, daar zijn we weer. Solo, die. Kijk, je moet zo'n Ford auto. Deze is daarvoor bedoeld. Die pak ik dus nu ook. Die is daarvoor bedoeld. Ja. Goed. Ondertussen zijn we dan 3 kwartier bezig. Dus dan gaat dit iets langer duren. Maar dat is niet erg. Dit is uit met goede hoge banden die daar goed voor bedoeld zijn. Hopelijk. Als dat niet zo zijn, dan moeten we hem de volgende keer wel. Als die ene grote race nog steeds opnieuw blijft, dan ga ik die ook wel weer een keertje doen, hè. Dus dan heb ik hem al een keer gedaan, dat weet ik niet. Daar zijn we, de Titan. Race evenement starten, daar zijn we weer. Kijk, nu zijn we sneller weg. Nu zijn we beter weg. Dit is een auto die daarvoor bedoeld is.
toch rij je ook een beetje uit. Maar niet zoals bij die andere. Kijk, dit is een auto die daarvoor bedoeld is. Vol op kassen. Jump doen, we rijden maar 235 km overheen. %15, oké, nou dat gaat wel, dat ziet wel lekker op. We moeten bijna stilstaan. Hoeveel liggen we ruim voor? Oh, kijk, ik moet dit nog gaan rijden. Dit. Oeh, ja, dat is dus best wel nog een stukje. Maakt heel erg ruim vast, dat zitten we ook niet. Daar rijden ze al. Maar als ik alleen maar tempo kan bepalen, dan is het goed. Want we zijn echt heel goed weggekomen. Weggereden vanuit de stad. Dus echt een zeer goede start. Dat was een boom, ja. Nu kunnen we wat flink vaart maken. Af en toe wel ook toegeven dat ze gewoon jumps erin hebben.
heuvels, dat ja, toch automatische jumps hebt. Dat is wel leuk. Volgens mij is echt wel leuk om te doen. Meer aflevering gemaakt dan een 4. Dat wel. Een 5 is ook leuker dan 4. Dat had ik niet gezien. Een bergtop en dan zal er misschien nog een jump zijn. Nee. Door de wild. Daar hebben we natuurlijk alles al op voor de aanwezig. Jump down. Op 60% zitten wij. Dat ziet lekker op, hè? Nu als ik die andere auto had, dan kan je hier flink gassen. Dat is wel waar, maar ja. Die gleed er telkens wel uit. Hoezo is die niet goed? Je moet echt... Waarom maken ze dat ding niet groter? Met je hup, kijk zo. Er langs en dan hup, zo weer door je. Deze auto is daar echt uitstekend voor. Ja, 80%, nog 20% te gaan. Feitelijk heb je toch wel deze keer nu gedaan, hè? Heerlijk. Zo. Ja, het staat er dan. Nog even. Nog even volhouden. Dan hebben we hem. We hebben niet lang een race gedaan. Hier tussendoor. Dat is mijn off-road tip aan. De Titan gedaan. 96%. Daar is het einde. Die grote jump nog. En dan is het gedaan. Volop erin 99%. En dan gaan we hem
komen we zo binnen. Finish eerste en ja, 9 minuten 51. Toch is deze eigenlijk ook te doen in een normale aflevering. In principe. Eerst, we zitten in level 101. Ik ga hem niet opnieuw doen. Dat duurt mij te lang. Yes! How can you not love cross-country racing when you have such nice looking country to cross? Volgende keer krijg ik nog wel denk ik wel op voor deze. Wat krijg ik nou? Oké. Okay. We krijgen nog 80 races te doen. Kan, maar ik denk van niet. Achievement ontgrendeld? Dat niet. Dan niveau 103. Doe sprint maar. Oké, dan gaan we kijken wat hij hier zegt, omdat hij telkens zegt nieuw. Even of die. De gauntlet. Ik heb het gevoel dat ik die wel een keer heb gedaan. Die hebben we een keer gedaan, de weg naar succes. Die is koud, maar die ook. En dan doe ik de Titan. Kijk, waar stond die hier ergens toch? Hier zo. Die zou ik ook nu checken. Zie je? Ik denk dat die wel een keer heb gedaan. Dan moeten we alleen nog 3 stuks van hier. Dan moeten we hier nog 1 aan hier, dus elke keer nog 1. Dus dan moeten we nog gaan bekijken. Goed, volgens een avond 3, dan heb ik nog hier verdiensten. Verhalen. Verdien. 3 sterren? Nee, natuurlijk. Ja, dat is gewoon, ja. Onmogelijk. Dus is, ja, allemaal gedaan. Is er nog één? Ja. Hier, de Hall of Fame. Oké, dan. Hot Wheels nog niet. Wordt hem eens op plus 9. Oké. Zichtbaar op 22. Ja, en dan die nog. We hebben niet goed gekeken. Oké. Berichten nog. Laat het dan ook even fixen, laten wij. Laat het die superjongens even neerzetten. Ik ga gewoon kijken. 20.000. Dan moet gewoon even zo. Elk geld is meegeteld, hè.
35.000, lekker man. 30.000, hoppatee. Nog eentje. 10.000, hop. 4.500.000, goed. Dan gaan we nu de superwiel spinnen. Duizend, 100.000 aan een auto. KTM XB. Oké. 4.653.000. 4 weer een autoverzameling. Wheelspin, wat is dit? Hè? Nog eentje, nou goed. Prima. Weer één en natuurlijk ook maar niet op. Oké, en nu is auto en dan gaan we de café nog. Ja, het zal allemaal wel. Dan ga ik eens even kijken wat we de volgende keer kunnen gaan doen, of wanneer er de volgende video's gaan komen. Ik zal het eens eventjes met jullie doornemen. Het is vandaag natuurlijk zaterdag. Zaterdag, dit is voorbij. Morgen, eerste kerstdag, beginnen we met FIFA 23 Ultimate Team om 2:30. En dan een andere tijdstip, niet om 9 uur, niet om 7:30, maar om 8 uur Minecraft Survival. En om 10 uur Prison Hashtag. Dat is in ieder geval die van morgen. Wanneer dat de volgende video komt van Forza Horizon 5, is maandag, tweede kerstdag, Forza Horizon 5 om 2:30. Dus in ieder geval dat. En ja, de rest dat horen jullie allemaal weer nog wel. Ik ga het hier in ieder geval bij laten. Wij zien elkaar in ieder geval gewoon morgen terug met de andere drie natuurlijk. Met FIFA 23, Minecraft en Prison. En dan zien we elkaar natuurlijk tweede kerstdag om 2:30 Forza Horizon 5, jongens. Goedkijks. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En dan wens ik jullie natuurlijk nog een hele fijne avond. En dan zien we elkaar weer bij Forza Horizon 5 maandag, tweede kerstdag, hè, jongens. Mazzel!